Sinds de aangescherpte coronamaatregelen is het erg stil geworden op het ZCSV trainingskamp. De velden zijn leeg, kantines gesloten. Gelukkig houdt het niet allemaal op. De kinderen onder 12 jaar kunnen nog doorgetraind worden bij Talent Goals. En dat wordt hier niet door zomaar iemand gedaan. De trainer van de kinderen is oud-profvoetballer Simon Tahamata. Oud-middelvelder met Molukse roots van zowel Ajax als Feyenoord is terug in de Zaanstreek om de kinderen op te leiden tot een mogelijke topcarrière. Een grote voetballer in de Zaanstreek, Simon Tahamata. Hoe voelt dat om hier op het veld te staan? Nou ja, op het veld te staan. Ik sta overal waar ik op het veld mag staan, vind ik altijd leuk natuurlijk. Maar ik kom ook oorspronkelijk uit een Zaanstreek. Hè? Ja. Ik heb in Wormerveer gewoond en in Koog aan de Zaan, bij mijn zus. Ja, ik begreep dat u vanuit Tiel, Theole, ja, naar de Zaanstreek bent gegaan. Van Tieltje ben ik eerst even een jaartje in Amsterdam gaan wonen en dan pas naar de Zaanstreek. Nu, u bent natuurlijk voetballer geweest, maar is het werken met kinderen, is dat vergelijkbaar? Ja, kijk, toen ik profspeler was, toen ik was voetballer, heb ik plezier. Had ik ook plezier om het te doen. En ik, ja, in wezen veranderde niks. Als je op het veld staat met kinderen, dan voel ik wel gezegend dat ik dit mag en nog kan doen. Ben ik heel erg gezegend, ja. Hoe kijkt u dan toch een beetje tegen de coronatijd aan? Net. Ik vind het... Het is nu aan de gang. We moeten het accepteren zoals het is. En voor de rest gewoon doen wat er gevraagd wordt. En niet. We hebben genoeg voorbeelden gehad. Er zijn zoveel mensen aan overleden. Nee, het is niet. Het is ook geen leuke manier om zo te leven. Dit valt nog eens mee met de onderbouw. Maar als je naar de middenbouw gaat en naar de bovenbouw, volwassenen, je kan eens normaal trainen. En dat is niet leuk. En je kijkt in de omgang, het is allemaal, ja, het is 1,5 meter. Ik begrijp het wel, dat het moet. Het moet wel, anders krijgen we niet onder de duim. Moeilijke vraag. U heeft bij Feyenoord gespeeld, ja, en bij Ajax. Ja. Welk beste gevoel heeft u daar? Ik heb het beste gevoel hier bij mij, bij ons op de club. Natuurlijk, ik heb 3 jaar gespeeld daar op bij Feyenoord, maar ik ben hier opgevoed. Ik ben hier, ik heb me goed ontwikkeld en het blijft toch mijn club. Kijk, ik ben dankbaar dat ik voor Feyenoord heb mogen voetballen. Ik had ook weinig problemen met mensen, met supporters. Tegenwoordig word je rot verscholden. Maar ik zeg altijd, als je ergens naartoe gaat, al is het bij de concurrent, dan moet je gewoon alles geven, want daarvoor word je betaald. Dus je moet gewoon alles geven voor de club. En ik denk dat ik me ook alles gegeven heb voor Feyenoord toen ik de 3 jaar gespeeld daar. U bent ook in België geweest. Ik ben ook Belg. Ik heb een Belg op papier, ik heb een paspoort in België. Ik heb de meeste van mijn carrière in België gespeeld. 4 jaar stond daar en 9 jaar in het Antwerpse bij Beerschot en Germel Ekeren. Dat is 13 jaar. En hier heb ik maar 7 jaar gespeeld. Bij Feyenoord en bij Ajax. Als we het dan toch even over de Molukse gemeenschap hebben. Ja. De voetballer, als de Molukse voetballer. Ik denk dat u de allerbeste bent. Ja, allerbeste, ja, ik weet niet. We hebben natuurlijk wel wat voorbeelden. Hè? Bijvoorbeeld dan heb je Giovanni van Broncos, Bartela Tuheru. Danny Landsaat. Dan hebben we Onni Lohane Pessie heb je. En dan vergeet ik nog wel een paar. Maar de echte doorstroom. Dat van. Is er niet. Dat ik begrijp het niet. Maar ik zeg, als wij als minderheid, vind ik, we hebben wel genoeg talenten, maar op de een of andere manier lukt het ons niet. Wat wilt u zelf nog doen? Wat zou u zelf nog gedaan willen hebben? U bent geen bungee jumper of... Best eng. Nee. Weet je, nee, ik vind het goed zo. Kijk, hier zit weer een mentaliteit. Hè. Ik zeg het, ik vind het goed zo.
Maar ik zou dit nog wel... Kijk, ik hoop dat ik dit nog mag en kan blijven doen. We zitten bijna aan onze pensioengerechtige leeftijden, toch? Ik hoop dat ik er nog 2 jaar... Ja, 2 jaar. 65, 68, toch? Dan moet je eraf, hè? Moet je eruit, hè? Als je wilt of niet, hè? Sjaak gaat er ook niet uit. Maar Sjaak, ja, dan vraag je over mijn zwart. Nee. Oké. Okay. Dat is alles wat ik wil, dat is voor de rest. Mooi. Simon Tamata, ik dank je voor je toelichting en beschouwing. Dank je wel. Graag gedaan.